Ja, de agrofood sector heeft zich de afgelopen jaren waanzinnig mooi ontwikkeld. Ontzettend veel technologieën, maar ik denk dat de agrofood sector nog voor het begin staat van een nieuw decennium, van een nieuwe stap. Met name de combinatie van agrofood en high-tech zal ontzettend veel brengen. Kijk in ruimte waar we hier staan. Waar we hier staan is een plek waar we eigenlijk telen zonder daglicht. Waar we werken door middel van ledlicht. En zorgen dat planten zo groeien. Waardoor ze veel minder energie, veel minder water nodig hebben dan een gewone plant. En eigenlijk in plaats van een groeicyclus van een 8 uur per dag, kunnen ze hier 24 uur per dag groeien. Ja, het idee melken van planten, opgezet onder de naam Flora Fluids, is het winnen van inhoudstoffen uit planten door middel van een elektromagnetisch veld rondom die plant. En door dat veld trekken wij als het ware de inhoudstoffen uit planten, uit de toppen van de blaadjes. En deze inhoudstoffen hebben weer een fantastische waarde. Je kunt je denken dat je bij de taxus taxol wint, wat je vervolgens weer gebruikt voor chemotherapie. Nou, de ketensamenwerking in de toekomst voor agrofood is ontzettend belangrijk. Want ik denk dat juist de twee werelden van agrofood en high-tech moeten gaan samenwerken. Het zijn twee andere werelden die op een andere manier kijken. En die combinatie gaat ontzettend veel brengen de komende jaren. Voor ons project van Flora Fluids is het van ontzettend belang geweest, want niemand kon het alleen. We hebben het met 8, 9 partners opgezet. Van universiteit tot partij die de marktkant kent, van ontwikkelaars tot bouwers. Dus wij hebben echt over de hele keten nog steeds moeten we samenwerken. Wat ook een uitdaging is, dat we in de agrofood echt zullen zien dat koolhydraten en suikers uit zijn en vers zal in worden. Dus we zullen, en die technieken zijn te bedenken, technieken moeten gaan ontwikkelen waarin we een product langer vers houden en die consument langer die verservaring heeft. Een ander effect is dat de consument een stem gaat krijgen. Dus nu zie je dat de supermarkt bepaalt of de inkoop bij de supermarkt bepaalt. Ik denk dat in de wereld waarin we allemaal communiceren met elkaar, de consument weer terug zijn plekje krijgt. Een waanzinnige uitdaging, denk ik. Ons is het belangrijk, wij zijn een echt high-tech bedrijf en zijn met name op zoek naar die agrofood. Waar liggen je problemen? Waar kunnen wij jullie helpen? Waar liggen de uitdagingen waarmee we ons samen sterk kunnen maken? Een ander punt is, en dat is echt een uitdaging voor de BV Nederland, ik denk dat agrofood in de top 3 staat in de wereld en ik denk dat we als high-tech top 3 staan in de wereld. Ik denk als we dat weten te combineren waarmee we echt een stap kunnen maken in de wereld, dat er nergens een gebied is in de wereld waar agrofood en high-tech op zo'n hoog niveau functioneren. Dus daar ligt een waanzinnige uitdaging voor ons. En ik denk dat we die moeten pakken, die dagen.